Dit is Dollard Radio. Goedenavond luisteraars, welkom in het programma Spiritueel Café op Reis. De inhoud van dit programma gaat over bewustwording, spiritualiteit, creativiteit en andere levensziens en geneeswijzen. Maar ook de spirituele aspecten van andere culturen komen aan bod. Dit programma heeft tot doel uw luisteraar hiermee kennis te laten maken. Mijn naam is Anje Luppus en de techniek is in handen van Karl Schuiper. En vandaag heb ik een delegatie, een aantal mensen rondom me heen zitten. En dat zijn Sarin, Frank en Roos van spiritueel centrum Sophia Light. Het is een centrum waar consulten, workshops en transformatieve meditatieavonden plaatsvinden om tot persoonlijke transformatie en zelf-empowerment te komen. Ja, een hele mond vol. En op donderdag wordt in samenwerking met de lichtmakers een spiritueel café georganiseerd. Deze mensen die gaan vertellen wat er in hun spiritueel café zoal plaatsvindt en waarom dat is. En wilt u meer informatie hierover, dan kunt u kijken op www.sophiaslight.nl. Maar voordat ik met hun in gesprek ga, gaan we eerst luisteren naar muziek door hun uitgekozen. Ja, een prachtig nummer. Alleen, ik weet niet hoe dat nummer heet. En welkom in het programma, Frank en Sarin en Roos. Jij hebt het nummer uitgekozen, Roos. Hè? Hoe heette dat nummer, weet Nocturne. Je dat? Nocturne. N-O-C-T-U-R-E. Dus ik spreek het ook maar zo uit. Oké, goed.
Ja, okay. Mooi. Het was mooi, hè? Ja, het was echt een prachtig nummer. Ja, ja, heel mooi intro. Mooi, ja. Rustgevend. Ja. Nou, alle drie welkom. Maar waar ik gesprekken eigenlijk mee ga voeren is met Sarien en Frank. Jullie twee zijn vertegenwoordigers van het Spiritueel Café. En in de inleiding heb ik een klein beetje dingen verkeerd gezegd. Maar dan gaan jullie straks maar even recht zetten, hè? Ja, want Sophia is light. En ik had het over lichtmakers. Maar dat is weer een apart iets, een onderdeel van. Of het Spiritueel Café en Sophia's Light. Het is allemaal. En Roos heeft vorige keer. Jullie zijn. Nou, jullie niet. Maar een paar anderen zijn hier een keer eerder geweest. En die hebben al verteld hoe het zo'n beetje allemaal in elkaar zit. Dat mag Roos straks nog even weer doen. Maar eerst wil ik graag weten. Wie is Sarien? Wat doe jij? Wie ben jij? Ik ben Sarien. Ja. Ik zit bij de lichtmakers, dat is de hoofdmotto. En ik werk samen met Esther. En Esther heeft de praktijk Sophia's Light. Dus het klopt wel dat het met elkaar te maken heeft, maar het zit toch ook wel weer apart. En we voeren ook praktijk binnen de lichtmakers in het pand. Maar Spiritueel Café is een onderdeel van de lichtmakers. En dat doen we elke donderdagavond, nu bijna een jaar. Ja. Ja, dat jullie hebben bijna een jubileum, hè? Een eenjarig jubileum. Ja, had ik zelf nog niet eens bij nagedacht, nee. Weet je dat? Ja, nou ja, ik las het van de vorige keer en denk van, hé, dat is leuk, moet ik even checken en het klopt ook nog. Ja. Goed, maar wat doe jij dan? Ik geef meditaties, als een van de mensen die dat doet daar. En ik doe op de donderdagmiddag een inloop waarbij mensen healingen kunnen krijgen of kennis kunnen maken met energetische therapie. En ja, dat doe ik samen met Esther. Oké, en energetische therapie, wat is dat eigenlijk precies even voor de luisteraar? Nou, aura, healing, chakra's terug in balans zetten. Ja. Dat heeft allemaal te maken met energetische therapie. Het is altijd heel erg moeilijk om dat eventjes in een korte zin samen te vatten. Ja. En vandaar ook dat we die donderdagmiddag doen, dat mensen binnen kunnen komen en het even kunnen ervaren, voelen, beleven. Oké, dus dan mag je gewoon binnenlopen. Ja, en op vrije donatie is het dan. Ja. Dus het is niet verplicht een vaste bijdrage, maar... Nee, dat kunnen ze zelf bepalen, wat ze het waard vinden. Nee, dat is leuk. Ja, dat was een nieuw initiatief. Leuk, ja, heel goed. Dus dat doe jij dan in het Spiritueel Café. Wat leuk, hè? Mijn programma heet ook Spiritueel Café, maar dan op reis. Je gaat op reis door de hele regio. Ja. En jullie hebben het op één plek. Ja, eigenlijk zou het andersom moeten zijn, hè? Zou je bij ons langs moeten komen? Ja, ja. Maar ja, ik kan slecht de studio met alle microfoons en zo. Dat wordt een beetje lastig, ja. Goed, nou Frank, dan wil ik graag weten, wie ben jij, wat doe jij? Ja, wat ik doe in het dagelijks leven ben ik als therapeut werkzaam. Wat ik doe eigenlijk is mensen naar hun levenspad terugbrengen. Dus eigenlijk ze dus leren kennen wie ze in wezen zijn. En dat doe ik door middel van een Stargate onder andere. Dat is een merkbaar vorm, een Davidster vorm met geënergetiseerde ballen. Ik maak gebruik van GDV-apparatuur. Dat is Kirlian-fotografie doorontwikkeld door Korotkov. Waarin ik kan zien hoe de ziel die geeft namelijk in eerste instantie seintjes in het emotionele energieveld en het mentale emotionele energieveld. Luister je daar niet naar, dan ga je fysiek iets mankeren. Ja. En dat kan ik meten. Dat is heel duidelijk te zien, ook in een meetvorm, waardoor het ook wetenschappelijk bewijsbaar wordt dat het op die manier zo werkt. Ik werk zelf ook als energetisch therapeut, ook als counselor. Dus in de gesprekken, zeg maar, wanneer mensen een probleem hebben. Een probleem is niks anders dan een kluwe wol, zeg ik altijd maar. En ik haal de eindjes er weer uit. Een aantal eindjes, niet alles, want daar gaat een heel proces aan voort. Ja. Dus... De rol, waarom ik binnen de lichtmakers terecht ben gekomen, is omdat ik zie dat de samenleving zoals die nu over het algemeen geformeerd is, dat daar een verandering in mag komen. En die verandering die wil ik teweeg brengen door in het doen te stappen. Door daadwerkelijk iets te gaan doen, zeg maar, om die maatschappij en die samenleving te veranderen. En daarin vind ik mensen bij de lichtmakers die daar samen vorm aan geven. Die allemaal in dat doen stappen. Want erover dromen is leuk. Ja, he, dat kennen we allemaal. Prachtig. Maar erover praten allemaal prachtig, maar daadwerkelijk het doen. Ja, dat is deel 2. Ja, dus ja. Ik ben ook begonnen zeg maar, met onder andere biologische groenten van een plek te halen die betaalbaar is, om die allemaal naar Groningen te brengen. Zodat alle mensen zeg maar, daar profijt van hebben. Ja, en een ja. Spiritueel café en wij zelf en de biologische winkel. En
Nou, zo op die manier eigenlijk. Dus jij hebt dus ook donderdagavond ook net zoals Sarin... Het moet bij mij vorm krijgen, omdat donderdagavond is al vol. Dus we wijken nu al uit. We zijn nu al met een aantal lichtmakersleden ook aan het beraadslagen, zeg maar, welke dag dat we daarvoor. Dat zou dinsdag, het wordt genoemd, woensdag zou het kunnen zijn. Het is alleen fantastisch dat na een jaar, zeg maar, bestaan... Het al een uitbreiding nodig is, zeg maar. In ieder geval van activiteit die we daarin in geven. Ik mag ook erg graag werken met klank- en soundhealing. En dat doe ik door middel van kristallen klankschalen, omdat dat namelijk het mentale veld voorbij gaat. En waardoor mensen op een dieper niveau geopend worden, zodat ze meer zicht krijgen op wie ze een wezen zijn. Kristallen klankschalen, zeg je? Ja. Ja, ik ben alleen bekend met die koperen of die metalen. Ja, omdat ik vind dat... dat is een hele goede aarde-energie. Hè, maar vooral ook de hogere energiesferen... die zitten voor mij veel meer in kristal. Ik ben er ook van overtuigd dat we langzamerhand... van lichaam overgaan van een koolstoflichaam... naar een kristallijne lichaam... waar veel ook over gesproken wordt op vele sites... die met bewustwording te maken heeft. En... Wat ik merk met die kristallenklankschaal... dat die veel verfijnder is van toon... maar ook veel langer door resoneert. Dus ik mag er heel graag mee werken. Maar ook met andere instrumenten om mensen te prikkelen. Het is altijd een reis. Ja. En soms kom je verzet tegen. Maar op het moment dat je het verzet in jezelf los kunt laten... dan kun je weer op de stroom verder gaan... en bieden er zich weer andere mogelijkheden aan. Interessant, wat steeds in mijn achterhoofd blijft. Jij zegt van die Kilian-fotografie. Ja. Het is een meetapparaat, zeg maar. Het is een meetapparaat. Maar je maakt niet de foto's. Nee, ik maak... wat die doet is een elektromagnetisch veld... waardoor de protonen en de fotonen die rond de vingers zitten... Onze vingers zijn namelijk ook kleine chakras. En daarmee de programmatuur die Korotkov ontwikkeld heeft... is een ontzettend ingenieus softwareprogramma. De laatste keer waar hij bekend mee geworden is... is dat hij daadwerkelijk heeft kunnen laten zien... dat de ziel het lichaam verlaat. Dus Korotkov is echt een energiemeter. Die weet echt alles van het meten van energie. Het wetenschappelijk meten van energie af. Zo. Ja. En die heeft ook toen die Kilian-fotografie ontwikkeld? Nee, Kilian-fotografie. Oh, nee, Kilian. De naam zegt het al. Ja, precies. Ja. Hij is erop doorgegaan, zeg maar. Ja, ja. Dus Gas Discharge Visualization apparatuur, GDV-apparatuur. Je kunt het ook googlen. Ja. En je kunt ook op mijn site kijken. Dat is naarjelevenspad.nl. Daar komen die filmpjes ook allemaal in terug. En ik reis ook inderdaad letterlijk met die apparatuur de hele wereld over. Ik ben in San Francisco geweest. Over 2 weken ga ik weer naar Israël. En het is interessant om... Wat je kunt zien is door middel van therapieën, als je mensen vooraf meet en achteraf meet, wat de effecten van therapie zijn op de organen, zeg maar, het energieveld, mentaal, emotioneel en de chakras. Ja. Dat kan ik letterlijk meten. Dus het is, ik ben er erg enthousiast over. Ja, dat hoor ik. Ja. Maar hoe kom je dan naar Israël toe? Nodigen ze jou uit of zo? Ik heb een samenwerkingsverband. Ik eet bijna niet meer. Dat betekent dat je op een andere manier kunt gaan eten. Dat is door middel van prana-ademhaling. Dus prana, dat is levensenergie. Ik ben ervan overtuigd dat voedsel namelijk ook de lichtenergie uit voedsel haalt. Dat kun je ook wel zien, want het is niet echt een handige brandstof, blijkt wel. Nee. Gezien als je de stoelgang die je hebt, bij wijze van spreken. Ja, maar dat is dus mogelijk. En dan heb ik een samenwerkingsverband met iemand die, dat is een Ecuadoriaan. Het gezin is bekend geworden door het leven oplicht, als het ware. Waarbij ze ook hun kind op hebben gevoed voor het leven oplicht. En niet dat ze dat stimuleren. Hij krijgt alles voorgeschoteld, maar hij heeft er geen behoefte aan. Dus hij krijgt appeltjes en chocola, van alles krijgt hij voorgeschoteld. Maar vaak neemt hij een hapje van een... nee, dit is hem toch niet. Nee. Zijn lijf wordt er niet blij van. Nee, nee. En dus zodoende is er een samenwerkingsverband ontstaan. En wordt dat netwerk steeds groter van mensen die me uitnodigen. Ja. Om metingen te verrichten op behandelingen die ze geven. Dus zou je kunnen zeggen dat er in het evolutieproces van nu zit... dat die energie allemaal hoger wordt?
Zeker. Vanwege die voeding? Ja, dat kan ik ook zien. Ik kan het letterlijk ook meten, zeg maar. Dat de energieën die ik een aantal jaren geleden meten, zeg maar, dat die lager lag als de energie van de mensen die op dit moment... Nou ja, goed, we zitten allemaal in een proces. Ja. Als je vorige week de zonnevlammen zag, op solarham.com kun je feilloos zien, krijg je grafieken, zeg maar, met betrekking tot de zonnevlammen. Want ik merk dat ik daar zelf enorm gevoelig op ben. En op het moment dat ik dan me op een bepaalde manier voel en ik check dat door op Solarham, dan kan ik zien van oké, ja, er zijn zonnevlammen. Oké, dan ben ik ook weer gerustgesteld. Ja, ja. Soms heb ik die bevestiging nog nodig. Vaak weet ik het ook wel, maar soms vind ik het fijn om die bevestiging te krijgen. Nou, daarin. Frank, hartelijk bedankt. Ik heb met open oortjes geluisterd. Dat is een heel nieuws wat ik gehoord heb. Dus misschien dat je nog een keer voor mij een programma alleen uitnodigt. Om daar eens nog meer over te vertellen. Dat lijkt me heel interessant. Ik heb een scala aan dingen die ik nog... kan duiden, ja. Nou, je hebt zo lang gesproken. We gaan nou even naar een muzieknummer. En ik weet niet wat voor nummer, Kars. Ja. Xavier Rudd met Spirit Bird. Oké. Emmanuel, yeah, yeah, yeah.
Naar Spiritueel Café op Reis. En mijn gasten vanavond zijn Sarin en Frank van het Spiritueel Centrum, een Spiritueel Café, als ik het verkeerd, en in Groningen. En ja, Frank heeft net heel lang verteld over wat hij allemaal doet, ook bij dat, in dat Spiritueel Café. En Sarin ook. En vorig jaar zijn ook hier een paar mensen geweest. En ja, ik wil daar toch nog even naar terug koppelen. Het Spiritueel Café bestaat nu een jaar. En ja, ik heb al gehoord dat jullie willen uitbreiden. Want normaal gesproken heb je donderdags is het Spiritueel Café er. Waar diverse activiteiten plaatsvinden. En nou, moeten jullie al uitbreiden naar nog een andere dag erbij? Ja, er komt dat er meerdere therapeuten bijgekomen zijn. Ja. Die allemaal iets te brengen hebben. En hoofdzakelijk op donderdag heeft veel met meditatie te maken. We hebben natuurlijk veel meer ook in ons pakket zitten. Wat we nog aan kunnen bieden. Dus er vindt ook een uitbreiding plaats aan activiteiten. Want de lichtmakers iets dichter bij de microfoon. Ja. De lichtmakers die doen nog veel meer. Zo wordt er ook een workshop Zendala tekenen gegeven. Huh? En Zendala is weer iets anders dan een mandala tekenen. Zendala tekenen door Dolly. Ik ben de achternaam even kwijt. Nou ja, Dolly. Wij noemen elkaar ons altijd bij de voornaam. Ja. Dus zo blijft dat hangen. En er komen steeds meer activiteiten. Dat is fijn. Steeds meer mensen weten ons te vinden. Mm-hmm. Het is na een jaar. We hebben als lichtmakers ook 1 december net een jaar erop zitten, zeg maar, dat we bestaan. En je ziet al dat we uit de kosten komen. Dat is fijn om te weten dat na een jaar je moet ook een pand huren en alles wat erbij uiteraard. Zit. Dat je na een jaar zeg maar toch uit de kosten komt. Ja. En dat is fijn dat er steeds meer leden ons weten te vinden, steeds meer mensen ons weten te vinden. Ja. En doordat er nieuwe activiteiten komen, komen daar natuurlijk ook weer andere mensen op af. Ja, precies. Heel logisch. Ja. Ik ben zelf ook bezig om we hebben laatst ook de Keerkring. Keerkring die maakt namelijk ook gebruik van het gebouw van de lichtmakers, de Keerkring Groningen. Wat is dat? Dat is meer een ruilsysteem wat daarin plaatsvindt. Dat zijn meer mensen die sociaal wat minder draagkrachtig zijn. En ik heb daar een workshop gegeven hoe dat je daar met zelf wasmiddel kunt maken. Tandpasta, deodorant en shampoo. Want dat kan allemaal op een veel goedkopere manier. Voor een rechtszaal kun je bijvoorbeeld 5 liter wasmiddel maken. Ja, en veel beter voor het milieu. Ja, ook veel beter. Want er zitten geen toevoegingen. Nee, het is allemaal natuurlijke basis. Ja, dus dat is heel praktisch. En het was goed. Ik heb het zelf en uitgeprobeerd. Het was goed. Ja, ik heb het helemaal uitgeprobeerd. Ja. Ik ook. Mijn hele familie is om. Ja. Goh. Nou, vertel me straks maar even hoe je dat maakt. Dan heb je voor 2,50, 3 euro, heb je 5 liter wasmiddel. 5 liter wasmiddel, zo hé. Maar anders wel een 15 euro of zo wat voor betaald. Precies. En milieuvriendelijk. Ook dan heel milieuvriendelijk. En dat is ook heel belangrijk natuurlijk, ja. Ja, nou Roos, ik heb het woord genomen. Ja, jij hebt het woord genomen en nou ga je er ook aan. Want jij kan ons alles vertellen, want dat woord is al een paar keer gevallen. Lichtmakers, hè, wat is dat nou precies? Wat is daar de doelstelling van? Nou, ik heb vorig jaar zat ik hier met Esther en toen heb ik het ook verteld. Dat wij een groepje mensen die met de Occupy-beweging bezig waren, dus de straat op gingen demonstreren, om te laten zien van we zijn het er niet mee eens hoe het gaat in de wereld. En vooral met dat een klein groepje mensen zo rijk zijn en daardoor zoveel macht hebben. Je kunt wel blijven demonstreren, maar op een gegeven moment zeiden we ook een vorm geven. Dus van daaruit zijn we toen naar de SOPN, dat was een beginnende politieke partij. 100% inspraak enzovoort. Nou, dat klopte niet helemaal. Dus wij zijn daar 100% openheid. En toen zijn we, we gaan zelf iets doen. Ja. We gaan zelf iets doen.
Piwi had toen als basis bedacht van... Goh, als je met heel veel mensen allemaal een klein beetje geeft... dan krijg je zelf een multinational. En alle mensen die hebben hun eigen talenten, vaardigheden, kennis. Als je dat samenbrengt, word je zo'n kracht. En een heel sterk punt is ook dat we evenwaardig zijn. Er is geen baas, er is geen de leider. We hebben allemaal evenveel te zeggen. Dus het is ook in de vorm van een coöperatie gegaan. Coöperatieve vereniging. En die is... Ja, 1 december hebben we ons eenjarige bestaan gevierd... door middel van een open dag. Waar ook de mensen die erbij betrokken zijn inmiddels... hun kundigheid en wat ze kunnen konden laten zien. Nou, dat is goed bezocht. En van daaruit komen weer mensen. Ja. Goed, maar de doelstelling zal ik hem voorlezen. Nou. Want ik ken hem niet uit mijn hoofd. Nee, dat hoeft ook niet hoor. Nou, het combineren en coördineren van talenten en gaven van de leden... om een evenwaardige, humanistische samenleving te realiseren. Waarbij een natuurzuivere levensstijl, respect en liefde voor al dat leeft als basis wordt gezien. En op deze manier wil de coöperatie een bijdrage leveren aan de verbetering en verduurzaming van de maatschappij. De coöperatie streeft er naar overvloed op het gebied van gezondheid, geestelijk welzijn en welvaart van al haar leden. Zo. Nou, heel mooi. Ja. 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 En je zegt het is een coöperatie, maar... je hebt toch wel bepaalde taken, want er moeten dingen georganiseerd worden en... Daar heb je toch wel een bepaalde werkgroep voor, zoiets. Ja, nou, we krijgen steeds meer leden, ja, steeds meer mensen. Dus dat begint nu van dat wel nodig is. Ja. Maar we iedere maandagavond hebben we een meeting. Nou, met een aantal dingen op het programma die we moeten bespreken en uitwerken. En nou, dat... Kijk, je kunt de vergadering heel strak doen, maar we proberen ook om echt een meeting te laten zijn. Weet je, dat ieder ook zijn of haar mening kan zeggen of wat hij of zij daarbij voelt. En dat je naar elkaar luistert. Dus sommige dingen duren wat langer. Maar uiteindelijk hebben we op die manier toch al heel veel gedaan met elkaar en bereikt. En ja, nou heb ik wel weer genoeg gezegd. Ja. Nou, je was zo mooi bezig. Ja. Ja. Maar dat is natuurlijk dus... ik begrijp het nu, denk ik, goed. Dat de lichtmakers... Daar is dat spiritueel café uit ontstaan. Het spiritueel café is een onderdeel van... Maar jullie zijn ergens mee begonnen. Ja. Hè, met die coöperatie. Mm-hmm. En naar aanleiding van die octopi... En die doelstelling die jullie graag naar buiten willen dragen... Ja. En ook in ieder geval de wereld daar willen veranderen. Maar daar gaat het ook om. Mensen daar bewust van maken, denk ik. Ja. Ja, weet je, je kan wachten op de politiek tot die het voor jou verandert. Ja. Ja. Maar je kan ook zeggen, nou, we slaan de handen ineen en we gaan het zelf doen. Voor jou verandert? Nou. Precies, nou, vaak gebeurt het dan een negatieve zin, nogal. Ja. En wij dachten, laten wij dan iets positiefs tegenover zetten. Ja. En wat me opvalt, of opvalt, wat ik signaleer ook bij de lichtmakers, dat een hele hoop mensen ook buiten de lichtmakers om praten over een nieuwe samenleving. Ja. Maar dat wij binnen de lichtmakers gewoon tijdens de vergaderingen ook merken van hoe is dat nou om respectvol en zo met elkaar om te gaan. Hè? Dus ook daar is het echt een trainingstraject. Het lijkt wel voor ons een soort cursus waarin we leren om de andere zijn mening in de waarde te laten. En om zodoende dus gewoon een nieuwe maatschappij te creëren. Mm-hmm. Maar we onderkennen ook hoe moeilijk dat kan zijn. Ja. En hoe... Aldoende leren we inderdaad. Ja. En wij botsen ook tegen dingen aan, maar dat hoort erbij. En ik vind het prachtig om te zien dat we het elke keer dan wel weer oppakken en weer liefdevol samen verder kunnen gaan. En dat staat voorop. Ja. Vind ik. Dat is wat belangrijk is. Ja. Dikke knuffel. Ja. Ja. Dat staat ook bij jullie voorop. Dus liefdevol met elkaar omgaan. Oh, ja. Ja, absoluut. Ja, en dat gebeurt eigenlijk veel te weinig. Ja, en respect voor ieders mening. Ook dat. En dat er een beslissing genomen wordt op een gegeven moment door de meerderheid. Ja, het is zo. Ja. Ja. Ja.
De meeste stemmen helden, zeggen ze toch. Ja, maar dat is ook zo. Maar ja, jullie zijn geen superwezens. Jullie zijn gewone mensen. Met alle eigenschappen die iedereen heeft. Ja. Zeker. Ja, daar lopen we ook al tegenaan. Dat merken we dan ook. Ja. En dan moet je zelf weer over een drempel heen. En soms moet je wat incasseren. Ja. Maar ja, je merkt wel dat het dan weer... God, dat je dan dat weer kan handelen. En dat je dan ook weer verder kan. Dan denk ik van, nou, dat had ik 2 jaar geleden. Had ik er anders mee omgegaan. Ja, ja. Ja, dus ja, het is ook een stuk leerschool natuurlijk. Ja, voor mij wel. Ja. Ik denk voor iedereen. Voor ons allemaal, denk ik. Dat geloof ik best. Ja. Ja, goed. We gaan nog even naar de muziek. En ik weet niet welke muziekkaart, want ik heb dat niet op papier. Jacobea. Lend your ears, lend your hands, lend your movement, anything you can. Come to teach, come to be taught, come in the likeness and the image of God. 'Cause you can be like that, with all that humbleness and all that respect. All of the power invested in me, beat hard of my enemies. All of the black bags over the heads of the dead and dying. The more I understand about the human race, the less I comprehend about our purpose and place. And maybe if there was a clearer line, the curiosity would satisfy. Time-based prophecies that kept me from living. In the moment I'm struggling to trust the divinity of all the gods and what the hell they have planned for us. I cry for the creatures who get left behind, but everything will change in the blink of an eye. And if you wish to survive, you will find the guide inside. Each
Ja, u luistert naar Dollard Radio en naar het programma Spiritueel Café op Reis. En mijn gasten zijn Frank en Sarin en Roos. Roos, die was even ter... we hadden een mooi woord ervoor bedacht, Roos. Ter opluistering was jij hier. Maar Roos moest toch even wat vertellen over de lichtmakers. Hoe dat nou ontstaan is en wat het nou precies is en de doelstelling. Dat heeft ze keurig netjes gedaan. Goed, maar ik wil nog graag van Sarin weten wat... Wat deed jij nog maar precies? Ik ben energetisch therapeut. Ja. En wat ik daar vooral doe, is ik geef meditaties op de spirituele avonden soms. Hè. Dat is een afwisseling, want we werken met meerdere mensen die elke keer, iedere week is er weer iets anders. En ik doe energetische healings en dat gaat een beetje, ik heb een Shambhala-achtergrond, dat heet nu New Paradigm. En wat is precies Shambhala? Even voor de luisteraars. Hè? Dat is eigenlijk... ik denk dat de meeste mensen Reiki wel kennen. Ja. En de Shambhala-energie... Reiki is... Dan als je een spectrum hebt, dan is Shambhala... maakt gebruik van het hele spectrum. En Reiki is iets beperkter. Het werkt vaak met symbolen. En dat werkt dan toch beperkt. Dan gebruik je één stroom, zeg maar. Terwijl er zoveel meer is. En Shambhala gebruikt dan de hele bandwijdte, zeg maar. Ja. Ja, een hele bandbreedte. De breedband. Ja. Dus het is werken met energie. Het is heel breed. En maar jij zingt daar ook bij? Ik doe heel vaak meditaties. Dat wil je toch wel even doen, hè? Ik gebruik vaak klanken, dus zang. Tijdens meditaties. En dat heeft mantra's uit verschillende tradities. Dus of India of Native American. En dat is verschillend. Jij wil daar wat horen, dus... Goed, ik wil graag wat horen. Ja, en Roos ook. En Frank ook. En maar even voor de luisteraars. Pak alvast maar even een pen en papier. Want u krijgt straks het recept van het wasmiddel. Ja, dus kun jij even kort een stukje gaan zingen. Hoe je dat doet. En dan hebben de luisteraars even de tijd om pen en papier te pakken. Nou, bijvoorbeeld wat ik heel vaak tijdens meditatie gebruik zijn Indiaanse gezangen. Dat is grappig, mensen verstaan het niet en toch voelen ze vaak wat over gaat na afloop. Ik zal een klein voorbeeldje geven. Doe maar eens, ik ben heel benieuwd. Dat is heel gemeen van jullie, maar goed. Ja. Je kan het. Ja, nou oké. Okay. Wendeyahu, Wendeyahu. Wendeya, Wendeya, ja, ja, ja. Dat is een voorbeeld. Hartstikke mooi. Applaus vanuit de huiskamers. Ja. Applaus van ons. Ik krijg er altijd een kippenvel. Ja, dank je wel. Ja, ik vind prachtig het altijd heel erg lastig om dat zomaar even te doen. Maar bij deze. Ja, we hebben jou ook overvallen. Ja. Maar goed. Nou.
Ja. Ik vind het heel knap dat je dat zo gedaan hebt. Ja. Nou heb ik een beeld erbij. De luisteraars ook. En daar gaat het om. Ja, nou dat is waar. Dat is het belangrijkste. Ja, dat is waar. Ja, en dan komen ze straks allemaal op die avond. Tuurlijk. Bij, naar nu luisteren. Allemaal massaal komen ja, natuurlijk. Ja. Want er is nog veel meer. Ja, maar nou het recept, Frank. Oké. Het recept voor het wasmiddel. Dat bestaat uit 80 gram zeep. En het beste is dan natuurlijk natuurlijke zeep. Ik gebruik zelf altijd Marseille zeep. Olijfzeep is dat. Daarbij kun je 60 gram soda. Dat is gewoon de soda die je gewoon overal kunt kopen. Het goedkoopste is hier volgens mij bij de Action of zo. Ik moet geen reclame maken natuurlijk. Daar doe je 1 liter water bij. Ik pak meestal water uit de waterkoker. Ja. Dat laat je even een minuutje door sudderen en koken. En je roert het eventjes. Het makkelijkste is om de zeep eerst te raspen van tevoren. Heb je een keukenmachine, dan is het helemaal snel gebeurd. Want daar zit vaak een raspmodule bij in. En dat spoel je gewoon weer af met hetzelfde water wat je dan weer kookt. Daarna, wanneer het ongeveer een minuut gekookt heeft, dan voeg je er nog eens 4 liter heet water bij. En dan laat je het gewoon afkoelen. En dan wordt hij een beetje lobbig en een beetje dik wordt hij dan. En dan gebruik je ongeveer tussen de 80 en 100 milliliter voor een wasbeurt. Als je wol wil wassen of zijde, laat dan de soda eruit. Gebruik dan alleen de zeep. Okay. Want dat is beter voor de structuur van wol en zijde. Anders worden namelijk de vetbestanddelen ook afgebroken. Ja. Nou, heb ik nog even een vraag, want ik heb het allemaal opgeschreven. Ik vind het heel interessant. Ik ga het proberen. Die 80 gram zeep, jij noemde een naam, hoe heet dat? Marseille zeep. Maar je hebt ook zonlichtzeep. Ja, maar dat bevat andere bestanddelen. Sunlight is hartstikke goedkoop, maar bevat ook minder natuurlijke bestanddelen. Waar mensen ook weer een allergische reactie op kunnen krijgen. Ja. Ja. Ik weet dat het er is, hè? Albert Heijn heeft. Of andere supermarkten. Ja, je weer. Ja, precies. Nou ja. Ja. Dat is die Sunlight zeep, die blokken. Ja. Dat is heel oude zeep van vroeger. Nee, dat klopt, maar het is niet meer de Sunlight zeep van vroeger. He, dus als je. Ik heb nog een paar oude blokken van vroeger. Nou, die moet je gewoon dan gebruiken. Nou, echt ouderwetse geweldig, blokken hoor. Geweldig. Maar wat er tegenwoordig te koop is, zeg maar. Ja, ik kom op het etiket er niet helemaal achter. Want het is tegenwoordig ook zo klein dat je. Nee, bijna niet kan lezen, je moet vergrootglas nemen. Zelfs dan red je het al bijna niet meer, merk ik. Maar het bevat gewoon meer schadelijke bestanddelen. En waar haal ik dat Marseille zeep weg? Kun je bestellen op internet, denk ik. Dus als je zoekt en natuurvoedingswinkels. Die hebben we hier. Ja. Je kunt iedere zeepsoort gebruiken. Als je 80 gram is voldoende. Oké. Ik heb het allemaal in me opgeschreven. Ja. Dus, als mensen dit niet zo snel hebben kunnen opschrijven, kunnen ze na de uitzending naar de studio bellen. Dat is 0597 42 42 00. En dan geef ik het recept nog even door. Want ik vind het heel leuk. Het is milieuvriendelijk. Dat ten eerste. En ten tweede, het kost bijna niks. Nee, precies. Het is een stuk goedkoper. En dan kunt u meteen ook boeken voor Sari. Ja. Nou, daar komen we straks op jullie agenda van het Spiritueel Café. Want we zitten alweer behoorlijk aan het eind van het programma. En volgens mij kreeg Kaas net een telefoontje. Nee, er was niks. Goed, Kaas. We kunnen nog 1 kort nummer er even tussendoor draaien, hè? Ja, doen we. En dan gaan we naar de afsluiting van wat voor activiteiten jullie allemaal straks hebben. Great Spirit.
discovery's process. Now that's progress. Great spirit, all that hinders, tie reminders to my fingers. I must speak with you more often. Great spirit. Strength to face racism in every single situation. Easy now, go on, speak loud. Great spirit, take me instead, guide me down the road of return. Kashala, I am saying, praying, system collapse, nothing but the earth will last, and I'll be singing sweetly into the darkness. Now hark, there's great spirit on my tongue. Be still, the time will come when everyone will sing. All life is sacred while I'm waiting. Great spirit, my fist is up, bringing the power to the people. Your reflection of us, some of your people can't hear it, the cries of the earth. Some of your people can't feel it, the way that it hurts, and it hurts. Great spirit, and it moves. Great spirit, interconnected in the wreckage of a paradigm on its way out, its way out. Speaking of spiritual, lyrical testimonies, spirit of differences, weaving around false prophecies, spirit directed and selective with the message I bring. While the ship slowly sinks, I've been directed to sing. I'm like a wrecking ball, breaking down the walls of the past, a minimalist, living on this with the last of my cash. You're gonna be justified with how you treat. Ja, want we hebben nog één klein blokje te gaan. We moeten nu nog even de activiteiten van het Spiritueel Café opnoemen. Doe jij dat, Sarin? Ja, de agenda. De agenda, ja. Ja, de agenda. Hè. Voor februari en maart, want we zijn al een aardig eindje op weg in februari. Morgenavond dan geeft Esther de transformatieve meditatie. En we hebben de deur altijd open om 19:30 s'avonds. En om 20:00 beginnen we. Dus dan gaat de deur ook weer dicht tot 22:00. Zodat iedereen rustig kan mediteren. Want ja, anders dan wordt het dan heen en weer gelopen. Ja, nee, dat is niet goed. Nee. En 27 februari komt Frides een klankschalenmeditatie geven. En op 6 maart ben ik aan de beurt met Nienke. En krijgen de mensen een muzikale meditatie. Wat al logisch was natuurlijk. Ja, ja. En 13 maart geeft Fazoo een hartchakra meditatie, deel 2. En dat komt uit de wereld van de Osho Maroet. Oké, goed zo. Nou, ik zal de volgende keer in maart zal ik een aantal activiteiten van jullie opnoemen. We moeten afsluiten. Hoe kunnen mensen contact met jullie maken? Hoe heet de website? Lichtmakers.com. Gewoon www.lichtmakers.com. En daar vinden ze alle informatie op van het Spiritueel Café. Ja. Ja. Op Facebook, Kiedemdito. Facebook staan we ook. Facebook zijn jullie ook. Spiritueel Café. Oh, jullie ook alles aangekondigd. Goed, nou, ik wil jullie hartelijk bedanken voor alle informatie. We zijn echt aan het einde van het programma. En ik praat nu snel, want Karel schaaf me nog een paar minuten. En willen we nog één klein kort muziekje horen, dan is dat net mogelijk. Goed, bedankt. Na dit programma om 19:00 kunt u luisteren naar het muziekprogramma van Dit is Karis. En tot u zeg ik, luisteraar, tot de volgende week. Zelfde tijd en golflengte. Tot de volgende week. Mooi.